is a surfer from the Netherlands, ladies and gentlemen. Wait, holy this thing. Moly. Whack. Oh, dat is een good wife. Eveline Hoofd. Ik ben Eveline Hoofd, ik ben een golfsurfer en mijn doel is om de beste versie van mezelf te worden. Ik ben dus de eerste Nederlander ooit die in het buitenland fulltime wedstrijden surft. En dat is best wel een hele uitdaging, want eigenlijk ben je een soort van een pionier. Dus het pad is nog niet uitgestippeld voor mij. Japan bij het WK 2019. Dat hele toernooi ging gewoon zo lekker. En ik ging elke keer rondes door. En toen op een gegeven moment zat ik gewoon in één keer één plekje naast de spelen. Dus toen dacht ik echt van wow. Dat dit nu al gebeurt. Ik ben Eveline Hoofd. Ik ben een golfsurfer en mijn doel is om de beste versie van mezelf te worden. Hier was ik nog een hockeymeisje. En mijn broertje. Het spelletje mis ik wel, maar ja, ik weet niet. Het is toch niet echt de sport, zeg maar, die voor mij bestemd is, denk ik. Ik denk dat surfen meer voor mij bestemd is. Dat daarboven is het shirtje waar ik mijn eerste wedstrijd in gewonnen heb. Tenminste, mijn eerste buitenlandse wedstrijd in gewonnen heb. Die dag van tevoren had ik gedroomd over de winst. En toen had ik de dag daarna had ik hem ook echt gewonnen. Ik was met mijn hele familie daar. Met mijn ouders en mijn broertje. En toen, toen had ik hem gewonnen. Dit bordje heb ik gekregen van mijn coach in Hawaii. Voor hem was het niet goed en voor niemand die daar was, was die goed. En ik kon daar toen heel goed op surfen toen ik 17 was. En toen hebben we hem helemaal kaal geschuurd en zo. En toen hebben we hem helemaal oranje gespoten. Dit was ik sporttalent van het jaar geworden. Van Haag sporttalent van het jaar. En dit is wel mijn mooiste trofee. Dit is hetzelfde als het shirtje. Dus dit was in La Torche. Die had ik als eerste Nederlander ooit een buitenlandse wedstrijd gewonnen. Dat is echt knetterhoog niveau en hij is een beetje stoffig. Moet ze misschien even afstoffen soms. Waarom de resultaten stopten was eigenlijk omdat ik in september 2020 was ik geblesseerd geraakt aan mijn knie. Ik was net ik was 2 weken in Frankrijk geweest voor een wedstrijd. En toen was ik een dagje terug. Eigenlijk was ik terug en toen was ik meteen diezelfde avond vanuit het treinstation was ik nog naar de zee gegaan om toch te surfen. Ik had een hele lekkere sessie toen. Maar ik was wel echt al op eigenlijk na die 2 weken. En toen de dag daarna was ik weer het water ingegaan en toen was ik op Scheveningen met een paar vrienden ook. En eigenlijk, ja, had ik een half uurtje gesurfd of zo, heel lekker, echt hele lekkere golf gepakt. En toen, bam, was het raak, zeg maar. Ik voelde echt zo'n snap, zeg maar. En mijn knie, die pilde er zo half aan. En ik liep nog wat water uit en toen stond ik langs de kant en ik dacht, ik ga er nog even in. Maar ik had eigenlijk zoveel pijn en toen zei ook, kwam nog een andere surfer, die kwam naar me toe, die zei, nee, we moeten niet meer ingaan. Toen ben ik nog teruggelopen naar de boulevard en vanaf dat moment heb ik twee weken niet kunnen lopen. Beter, open. Is goed. Hiermee wil je de knie weer aanleren om in al deze hoeken te anticiperen op wat tegenkomt. Bij dit traject is het belangrijk dat die aansturing, dat die verfijnd wordt. Die is hard nodig eigenlijk. Laag, 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 laag. Blijf zo lang mogelijk laag, 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 laag. En dan release. Eigenlijk wil je die knie voorbereiden op alles wat in de surf gebeurt, want in het proces zo'n knie verliest eigenlijk wat aan, verliest wat functies, laat ik het zo zeggen. En die functies die wil je allemaal weer doornemen voordat je de impact erop geeft. Het zijn heel complexe bewegingen. En ook nog een keer een heel complexe setting. Want met skiën maak je ook veel bewegingen met snowboarden, maar de berg staat stil. En hier is ook nog eens een keer die golf aan bewegen. En dat maakt heel veel verschil. Ik heb nu ook een blessure en dan weet je weer even hoe erg het is als je niet het water in kan. Dus ik ben blij dat ik heb vorige week weer wat, echt wat turns kunnen zetten.
Ah, dan dat gun ik ook even weer. Ja. Ik heb de Buidex-test in augustus. En dat is zeg maar de laatste test, dat is zeg maar 9 maanden na de operatie. Die test die meet je hamstringkracht en je quadricepskracht. Dus het verschil tussen beide benen, want ik moet het aan alle twee kanten doen. En dan kan je eigenlijk zien of je been qua spierkracht klaar is voor het surfen. Gelukkig heb ik een goede begeleiding nu. Want eerst zat ik ergens anders en toen was mijn operatie 2 keer uitgesteld door de corona. Dus toen hadden ze zoiets van, oké, dat gaan we niet meer doen. Want dat kostte natuurlijk al wat tijd. En ik weet nog dat ik zei van dat ik daar zo in die operatiekamer lag en alles. En dat ik echt zei van, voor mijn gevoel is het echt een film of zo. Want het was gewoon zo onwerkelijk dat ik dat echt allemaal meemaakte. En het ook met al die mensen die 100.000 keer aan je gevraagd van, ja, welke knie is het? Oké, dat ze zeker weten welke knie wordt geopereerd. Ja, ik had natuurlijk die blessure ook tijdens de corona en echt alles was dicht. En het was sowieso best wel een klap om in 1 keer thuis te zijn en niet meer te reizen. Want ik heb natuurlijk wel veel vrienden ook in het buitenland en die zie je gewoon niet. Toen op een gegeven moment zijn er ook nog andere dingen gebeurd. En toen was het in 1 keer 1 grote klap geworden. En toen ben ik echt gewoon in knijthard in een zwart gat gevallen. En dat heeft wel een stuk of 3 maanden geduurd voordat ik daar uitkwam, zeg maar. Ja, eigenlijk heb je 2 blessures, en mentaal en fysiek. En eigenlijk kan ik met 100% volle overtuiging zeggen dat een mentale blessure zoveel serieuzer en heftiger is dan een fysieke blessure. Ik denk sowieso dat alles wel in je koppie zit. Maar ja, als je echt een blessure hebt mentaal, dan ja, dat is echt heftig. Someday you'll come running. Somehow rivers calling. You'll see. Momenteel is mijn doel natuurlijk om zo snel mogelijk weer sterk op het surfboard te staan. Dus dat is een korte termijn doel. Lange termijn is gewoon echt de beste versie van mezelf te worden en zo goed mogelijk wil worden in het surfen. Ja, je ziet zeker als surfer wel vaak hoe het strand vervuild is. Dus ja, dan probeer je altijd wat mee te nemen en weg te gooien. En het is natuurlijk super mooi dat een partij als OG dat die dan jou gaat sponsoren. Ja, toch omdat je dan zelf ook iets terug kan doen. De WSL, de Olympische Spelen of de perfecte barrel pakken. De perfecte barrel pakken. Want dat gevoel is onbeschrijfelijk. Ja, of misschien toch de WSL, omdat je dan toch wel het hele jaar door op hele mooie spots mag liggen met heel weinig mensen. En omdat het gewoon een hele toffe tour is. Maar ik denk de perfecte barrel, dat is gewoon echt een onbeschrijfelijk gevoel. Maar je kan natuurlijk die perfecte barrel tijdens de WSL pakken of tijdens de Olympische Spelen. Dus ik doe maar die. Een barrel is zeg maar dat als de golf, als de wind uit de goede richting komt, dus uit het strand, dan krijg je een beetje een krullende golf. En dan kan je erin, dus dan zit je zeg maar in de tunnel. En ja, dat gevoel is gewoon echt, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar in ieder geval, het voelt een beetje alsof de tijd stilstaat ook. Alles gaat een beetje in slow motion en zo. Dus ja, echt puur in het moment ben je dan aan het genieten. Maybe I'm reckless. Maybe I play the fool. Come hell or high water, baby, I think I want you. Over een jaar wil ik in de barrel staan in Hawaii. En over 5 jaar wil ik ook in de barrel staan in Hawaii. Natuurlijk, dan denk je echt, oh kut, nu moet ik wel echt, ik bedoel, oh chips, nu wil ik wel echt... Even aan de bak, zeg maar. Zijn er chips in plaats van kut? Ja, ik zei kut. Ik zei kut en toen zei ik, oh, chips.